Mensen, ik heb het verpest. Ik heb het helemaal verpest. Zoals jullie weten, woon ik in het huis samen met 3 fantastische medebankjes. We hebben Dikke Rob, Dikke Mattie en Raoul. Absoluut niet dik. Roel, wat een topper. En nu zal ik jullie vertellen, hij was laatst jarig. En hij was lekker jarig. Iedereen is wel eens lekker jarig. Ongeveer 1 keer per jaar, waarschijnlijk. Denk ik zo. En nou was ik van, kijk, ik vind verjaardagen niet heel bijzonder. Maar ik heb niet zo heel veel met verjaardagen. Maar ik dacht Roel ook niet. Dat bleek anders te zijn. Wat er namelijk is gebeurd, mensen. Dit is echt heel erg. Ik ga het goed maken, maar dit is heel erg. Roel was jarig op 27 augustus. Je weet trouwens niet zeker. Even checken. Ja, 27 augustus. En ik stuurde hem om 8:30 gefeliciteerd met 3 uitroeptekens. Hij reageerde op dank u met 2 uitroeptekens. Dan denk je, alles is goed, alles is perfect. Maar nee, nee, dat was het niet. Want Roel kwam terug van vakantie en wat hij zei? Ja, ik vond het wel een beetje jammer. Wacht, ik ga even een kleine sketch doen. Hey Roel, wat leuk dat je terug bent van vakantie. Ja, het was echt leuk. En ik was jarig. Maar ik vond je verjaardagsboodschap niet heel leuk. Maar hoezo dan niet? Ik heb gewoon gefeliciteerd gezegd. Gefeliciteerd. Ja, maar kom op. Dat had wel iets serieuzer of leuker gekund. Dat was het dus. Dus hij was helemaal niet blij. Dus ik voelde me toen een beetje schuldig. Ik had toen een beetje van, kut, ik voel me schuldig. Want ik had er zelf helemaal niet zo bij nagestaan. Maar het leek echt alsof hij ermee zat. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik ga Roel even lekker in het zonnetje zetten. Ik ga Roel even heerlijk in het zonnetje zetten. Wat hebben we daarvoor nodig? Ik ga een taak voor hem kopen voor zijn verjaardag. Het is wel een weekje later ongeveer. Maakt niet uit. Ga ik gewoon doen. En we hebben cadeaus nodig. En dan denken jullie, oké, dan ga je een paar kutcadeaus halen. Klopt. Ik ga ook 1 tante groot cadeau halen. Weet je wat ik mensen, wat ik ga. Ik ga dit voor Roel halen. Zoals jullie weten is Roel een groot Gucci fan. Net zoals Familie La Cap. Maar Roel dus ook. En ik wil dit shirt voor Roel halen. Misschien hoort hij me wel. Denk me niet. Ik wil dit shirt voor hem halen. In large. Maar het staat, will be lived in 1-2 weeks. Ja, dat duurt me echt veel te lang. Oh. Kan typen. Oh, hello. Can you see if this shirt is in stock in Amsterdam? Zo, ik ben nu aan het chatten met een expert en ik heb gevraagd of dit shirt in Amsterdam op voorraad is. Zo ja, dan ik zweer het je, dan rijd ik er nu en ga ik hem ophalen. Hij typt. Zeg alsjeblieft, ja jongen, ik zweer je, ik rijd nu naar Kouwlo Amsterdam om dat ding te halen. Ik maak geen grap. Ja, dat ga je niet menen toch, hè? Ik maak echt geen grap. Ik lieg niet. Oh, ja, daar is er. Oeh. Ik denk dat Roel zo blij gaat zijn als hij dit krijgt. En terecht ook trouwens. Tant te duur. Dit is perfect. Ik wil helemaal naar Kouwlo Amsterdam. Even bellen. Hey oma. Goedemiddag, met Koen van Heest. Ik zie op de website staan dat jullie het Gucci logo stripe t-shirt op voorraad hebben in large. Zouden jullie die apart kunnen leggen dat ik die vandaag kom ophalen? Ja, hey, als je mij even de stelnummer geeft, dan weet ik zeker dat ik de goede apart leg. Ja, oh ja, stel, ja, large graag. Helemaal top. Dan zie ik jullie zo. Oké, tot straks. Tot zo, alright. Ze hebben hem! Yes, homo. Dus wat ik ga doen, oh, ik ben koud al hype. Pak mijn camera, ga naar Amsterdam. Dan ga ik daar even snel kijken of ik een taart kan fixen. Ja, dat is wat ik ga doen. Ja, ik pak mijn ding. Ik moet een taart hebben en dan even een soort ja, iets van een slinger ding. En een paar kleine cadeautjes. En dan heb ik deze. Nou, dan is hij tante blij. En dan is hij hopelijk niet meer boos met zijn rol als je dit ziet. Alsjeblieft, wees niet meer boos op me. Het spijt me dat je niet echt heel erg gefeliciteerd hebt. Maar ik hoop dat ik het hiermee goed maak. Oké, kom op. Ik ga erheen. Let's go. Oké, mensen. De eerste cadeaus zijn binnen. Ik moet echt opschieten, anders ga ik alles niet halen. Wat ik voor Roel heb gekocht? Hallo. Je hoeft niet te piepen. Ik heb voor Roel dreft gekocht, want hij vindt altijd dat ik te veel dreft gebruik. Een of andere hamer voor vlees. Nog nooit van gehoord. Ik kook nooit, maar hij wel altijd voor mij, dus dat is lief. Dan heb ik een boksbal, want hij dat boos is als hij aan het game is. En ik heb een puzzel, omdat het wel gewoon een vieze vuile boomer is. Dus 4 goede cadeaus. Eigenlijk gewoon 4 kutcadeaus. En dan nu ga ik 1 fantastisch cadeau halen. En morgen haal ik nog even snel de taart. En de beste week. Mensen, ik ben aangekomen in Hartje Amsterdam. Ik ga hem nu halen, het shirt. Ik ga je niet meenemen, want dat vinden ze vast niet leuk. En ik denk aan andere mensen. Ik zie jullie zo. En dan heb ik een Gucci shirt voor Raoul. Oh mijn god. Dames en heren, we hebben hem. Fucking mooi. Mensen, don't vlog and drive. Dat doe ik nu ook niet. Ik sta stil, hallo. Maar goed nieuws. Ik dacht, Roel is al weg. Maar hij is er nog. Dus ik ga nu, als de wiede weer gaat naar huis, dan koop ik even snel een taart. En dan daarna ga ik naar Roel en ga ik hem verrassen. Woehoe! Trouwens, het is volgens mij heel normaal dat vloggers een soort van altijd doen van dit nummer vind ik echt nice. Dus nu ga ik even heel goed de nummer opzetten. Van de kat was jaren. Yes! De pootjes vieren feest. Woo! Mensen, het is gelukt. Een heerlijke taart. Een lekkere taart. Vlaggetjes, allebei 35% korting. Confetti kanon. Hier weet ik niet of ik hier op heel blij mee ben. En hier zo. Oké, we zijn weer thuis. Waar zie je?
Ik roel. Ja. Het is nog echt geen flauw idee. Dat is echt leuk. Raoul! Ja. Kijk, we hadden natuurlijk laatst. Jij kwam laatst naar me toe. En zei: Koen, je hebt me voor je verjaardag niet echt leuk gefeliciteerd gewenst. Nee, dat vond ik heel stom. Ja, dat vond je echt stom. Ja. Dat zat me diep. Ja, en ik voelde me echt schuldig over. Maar ja, ik was het ook wel met me eens. Ja, ik was ook met je eens. Dus, we gaan nu je verjaardag vieren! Hey! Zoveel teleurstellend dat ik had verwacht. Oké, wacht. Ik heb allemaal leuke dingen. Doei! A few moments later. Ten eerste, natuurlijk slingers voor mijn nek. Blauw. Ja, dat is leuk, hè? Ik voel me nu nog een keer jarig. En hier een taart. Oh, mijn lieve. 5% korting. Ook nog eens. Ja. Wat een stiel. Ja. Maar, ik heb ook een cadeau gekocht. A few moments later. Oké, deze waren niet ingepakt, want die van de blokken wilde niet doen. Oké. Maar ik heb achter alles ook een verhaaltje. Ga krabbelen, kijk. De eerste is Dref. Ik koop bijna nooit Dref. Want je zegt dat ik altijd veel te veel Dref gebruik. Nee, gebruik Dref voor een lepeltje. Ja. Dus dat is het eerste. De tweede is... Een gehakt lepel. Een vleeshamer. Vleeshamer. Geen flauw idee wat het is. Het maar, is om vlees te hameren. Het komt dat je altijd zo lief koopt. Volgende cadeau. Volgende cadeau. Zo! Een flink cadeau. Dat is een flink cadeau. Dit is omdat je altijd tijdens het gamen boos wordt. Ik word niet boos tijdens het gamen. Boxhandschoenen en een boxbal. Ben je blij mee, hè? Ja! En ik heb nog een cadeau. Nog een cadeau. Ja, nog een cadeau. Nog een cadeau. Ja, nog een cadeau. Voel je al een beetje jarig? Ik voel me nu voor de tweede keer heel erg jarig. Oké, dat is goed. Kijk! Ah, een legpuzzel. Tulpen van Holland. Tulpen van fucking Holland. Maar ik heb nog een cadeau. Nog één. Nog één. Heb je ook een cadeau waar ik iets aan heb, of niet? Ter heine toevallig. Ben je er klaar voor? Ja. Komt ie. Nee! Natuurlijk iets kuts hier, dat niet. Nee! Mijn favoriete merk. Is dit van alle opbrengst die ik heb voor kaarsje? Ja, nee, omdat je mijn beste vriend bent. Oh, wat mooi! Vind je het mooi? Ik vind het heel mooi! Ja! Yeah! Dat is weer mooi! We hebben een knuffel! Mensen, gefeliciteerd naar FC Roelie! Nee, ze komen aan doen het shirt. Ja, doe even aan het shirt. Vond wat een goed shirt, zeg. Ja, nou helemaal FC Roelie. Helemaal FC Roelie. Mensen, bedankt voor het kijken. Raoul is blij met zijn Gucci shirt. Ben je er blij mee? Ik vind het heel erg lief van je, jongen. Oké. Ik ben nooit weg geweest, we rocken nog Ray-Ban.